wakker, wakker. 5:50 de klok. De klok heet 5. Kom eruit, luie vlerken. Jullie moeten werken. Wakker, wakker, wakker. Je moet maar porren. Altijd maar porren. Als je geen antwoord krijgt, mag je niet verder gaan. Dus blijf je porren. Altijd maar porren, je blijft maar porren tot je eindelijk bestaat. Bakker! Meisje van de negotie, kom uit je koffer voor een potie. Ome Hein, kan het niet wat zachter? Ik barst weer van de koppijn, ik heb vannacht een oog dicht gedaan. Ja, Griet, het kan wel zachter, maar dan worden ze er niet wakker van. Ja, maar als... Hé, hey! In het holste van de nacht kom ik mijn oude bedstee uit en haal mijn vaste klankjes uit de kooi. Met porren en met kloppen haal ik nauwelijks een duit. Het is beslist geen aangenaam en plooi. Maar daarom niet gemord, het leven is zo kort. En in het porren zit veel fantasie. Want achter iedere deur schuilt een brokkeleven. Als je het maar voelen kan. Met mijn filosofie. Oma Hein, we binnen al lang wakker. Nou, dat is hier voor te bakken. Morgen, Johannes. Oma Hein. Als je bent gevallen. Ik heb een karweitje. Café schoonmaken. Dat is geen karweitje, dat is een dagje uit. Johannes, dan ben je bakker. Bakker, bakker, bakker. Blijf niet langer liggen achter je lekkere wijf. Bakker, bakker, bakker. De klok gaat 5. Maar porren, altijd maar porren. Als je geen antwoord krijgt, mag je niet verder gaan. Dus blijf je porren, altijd maar porren. Je blijft maar porren, tot je eindelijk bestaan. Wakker! Ja, lieveling van mijn Hein. Wat heb ik dat zo in een nou verdiend op de vroege morgen? Ik kan de hele wereld wel zoenen. Nou, dat is een goed idee. Begin maar bij mij. Ja, maar jij bent anders ook vroeg uit je beetje. Ik heb nog geen beetje gezien. Ik ben vannacht op stap geweest. Doe maar, op stap geweest of het niks is. Tante Aan! Mag ik uw paspoort even lenen? Goedemorgen. Hoi, Marika. Hoi, Kees. Jij bent ook geen langslaper, hè? Jongen, je kent me toch? Ik sta iedere morgen om 5 uur op. Maar om 10 uur 's avonds ga ik naar mijn bed. Heel verstandig. Vroeg naar bed, vroeg uit de veren. Doet je levensloop vermeren. Zo is het, Loek. Nou, ik ga mijn kuien maken. Daarbij, hoor. Morgen, oma Kees. Bedankt, tante. Breng het over een uurtje weer terug, hè? Nou, ik heb er geen haast mee. Alles hangt net te wapperen en zo vaak was ik niet. Maar ga jij met een mooie bloesje aan achter de tobbe staan? Ben je mal? Ik ga een tukkie doen. Dit waspoort, het was alleen maar een smoesie voor mijn vader. Ik ben nog gisteravond stiekem gesmeerd. Je bent met er één, Roosje. O, tante Aal. Ik heb zo'n enige jongen leren kennen. Hij heeft me net met zijn auto tot om de hoek gebracht. Roos, is dat die jongen van verleden week waar je me van verteld hebt? Ja, het is een heel chic type. Oh, nou, ik heb het niet om die chique types. Dat is niks voor ons soort mensen. Die spreken onze taal niet, pas maar op. Nou, daar ben ik nog zeker zelf bij. Hij heeft gestudeerd en al wil hij aan het toneel. Oh, nou, voor die artiesten moet je helemaal oppassen. Hij heeft zeker wel fijne manieren, hè? Nou, reken maar. Hij is altijd zo attentievol, hè? En hij heeft zo'n heerlijke lucht aan zijn eigen. Zeker dennenappel. En piekfijn in de kleren en zijn haar zit altijd mooi. Met een scheiding opzij. Scheiding opzij, jongen. En zijn handen, die ben ik heel erg zacht. En zijn tanden, hagelwit, het is gewoon genut als hij lacht. Wat een Adonis. Ik zou met hem in een groot, mooi huis willen wonen. En naast hem liggen in een donse bed. En altijd fijn gekleed en nooit meer zorg op zaggerij. Nou, ik zou er maar niet zo aan toegeven, Rosie. Zou jij dat dan niet willen? Ik ben getrouwd. Uit de brand ben je. Ja. Hij vindt het vreselijk dat ik mijn jonge leven in een keldertje moet slijten. Hij zal me wel zo uit het moeras willen trekken. Het moeras? Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Naar de buurt hier natuurlijk. Daar wil je uittrekken? Hij wil me meenemen naar het paradijs. En hoe moet het in dat paradijs?
met jouw eerbaarheid dan? Nou, met mijn eerbaarheid is het al een hele tijd koude benen. Ja. Ach, je bent toch voor zo'n vent alleen maar een stukje tijd verdrijf. Ben jij verdorens dan met anders? Laat me Doris er naar buiten, zeg. Ach, mens, ik barst weer van de koppijn. De dokter zegt dat zijn allemaal zenuwen. Ja, krijg ik nou mijn bakje koffie? Oh, oh ja, Doris. Nou, dan ga ik ook maar tot dan. Ja. Waar ben jij geweest? Ik heb even het paspoort met nee, nee. Geen konkelenfoesies tegen je vader. Ik heb het over vannacht. Ze is jong, Sally. Je moet het een beetje begrijpen. Ook begrijpen doe ik een heleboel al. Dat een jonge meid met een aardig geknulde stad in wil, dat begrijp ik best. En dat het dan wel eens laat kan worden, ook dat kan ik begrijpen. Maar dat ze tegenover de vader gaat staan liegen. Nee, Rosie, dat wil ik niet begrijpen. Je hebt gelijk, vader. Goed zo. Natuurlijk heb je gelijk, maar ik was weer met Sjors weg en ik weet dat je dat niet prettig vindt. Ik heb niks tegen die jongen. Ik ken hem niet eens. Maar hij hoort niet bij ons. Mijn moeder was toch ook geen Jodin? Rosie, of iemand een Jood is of een Christ, of voor mij wat een Chinees of een Eskimo, dat is voor mij nooit belangrijk geweest, dat weet je wel. Ja, maar er zijn nog andere verschillen. De jongen, dat is een rijke student en jij bent maar een doodgewoon meisje met 6 jaar lagere school. Ja, maar hij is zo lief voor me. We zijn in de bioscoop geweest en toen in de kuil en toen zijn we naar zijn kamer. Ja. Stil maar, ik begrijp het zo ook wel. Ja, je bent oud en wijs genoeg om daar zelf over te beslissen. Maar Roos, doe me 1 mitsen, hè? Alsjeblieft. Wat dan? Kijk, na de dood van je moeder heb ik gedaan wat ik kon. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar 1 ding. Ik heb nooit tegen jou gelogen. En jij was ook altijd goud eerlijk tegen mij. Tot vandaag. En dat raakt me, Roos. Dat raakt me heel erg. Als ik een ijsje van 1 cent voor 2 cent verkoop, nou ja, dat is handel. Maar een vader en een dochter, die moeten elkaar toch kunnen vertrouwen. Schatzie, je bent toch alles voor me? Maar dat weet ik toch. Je bent een vader en een moeder tegelijk voor me. En ik hou van je. Nou, over. Nou ja. Over. Kom hier, Sjaan. Kom hier. Ik kan niet boos op je worden, weet je dat? En als ik je niet bevalt, dan hoepel je maar op. Ik heb mijn kamertje start beter verhuren. Schandaal, je moet zo lang met haar handdoek te laten doen. Kijk aan de gaatje, kip op hoge poten. Daadje nou. Wat is er gebeurd, tante Al? Ach, dat meisje waar ik een kleine kamertje verhuurd heb, zegt dat ik niet zindelijk ben. Nou, moe, wat een lekker. 14 jaar lang heb ik bij de rijkste familie gediend en nooit dat. Aha. 14 jaar zonder ophouden. Waar de familie komt komen? Oh, zo. En dan zou dan opgeprikte vloddermedam zeggen dat ik niet zindelijk ben. Nou, je wordt nooit overreden door een equipatie, maar wel door een vuilniskar. Je mag willen dat je zo zindelijk was aan de pink als ik hem wel heel laag. Aha. Ja, zinnelijk ben je. Wat is er aan de hand? Dat is een bonje. Ja, over een handdoek. Iedere 14 dagen geef ik er een schone. Maar zij kan er wel iedere dag een hebben, want ze vecht een geregelde gesminkte snuiter. Wat doet ze eigenlijk voor de kost? Het is een revuekorrel. Hé? Nou, tante Aal. Ja? Ze stond gisteravond op de trap te zoenen. Dat je er gewoon misselijk van werd. Met een jongen. Met een jongen? Nog een geluk. Ja. Lacht er maar om. Straks zeggen ze nog dat ik een haas heb van lichte zeden. Ze gedraagt. Ah, doe nou, Aaltje. Het is toch ook een ander sloepetje wat door de wereld moet. Het nou een klein beetje Cassien. Cassien? Ze gaat een Cassie uit. Wanneer? Kan jij een bordje even ophalen? Nee, ik heb een karweitje. Oh, nou dan zet ik het hier wel even neer. Ah, doe nou niet zo onmenselijk. Ik onmenselijk? Kijk aan. Zo'n oude afgedankte koloniaal. Ja, koloniaal ben ik geweest. En oud hoop ik te worden. Maar afgedankt ben ik nog wat. Haar Majesteit, koningin Wilhelmina.
heb mij onderscheiden met een medaille voor je moed, ballet en trouw. Meneer moed, ballet en trouw. Ja. Je broek is te nauw en de kat zegt miauw. Dag moeder. Dag vriend. Dag opoe. Dag vriendje. Opoe, mag ik bij u? Wacht nou maar even tot je vader en moeder terugkomen van de visafslag. Maar er was weer zo'n ruzie gisteravond. En vader heeft 2 stoelen aan groeslementen gesmeten. Oh, is het weer zover? Mijn moeder zegt, als dat nou nog 1 keer gebeurt, ga ik van je af. Voorgoed. Ach, nee, hoor, kind. Zo vaart zal het niet lopen. Nou, mijn moeder zegt, ik verzag er in mijn jonge leven. En allemaal door de jaren, allemaal door de Schiedam. Ja. Als hij nou een borrel op hebt, dan doet hij dat kind misschien nog wat aan, hoor. Ja, dat arme schaap. Doe maar eentje. Oh, ik ben zo bang. Ja, kom maar weer. Kom maar hier, kind. Ik heb beter bij Maatje dan bij jou, Maatje. Bij mij komt hij zo gauw niet binnen. En als hij binnenkomt, dan zullen we wel eens zien wie er wie wat aan doet. Hey, zie je mij? Voor Salien. Zie je al? Mooie, zie je al? Oh, wat heb ik een reuze paling, en aan de rest heb ik maling. Ze zijn als komkommers zo dik, en moedervet, hij slik. Oh, wat heb ik een reuze paling, wat willen ze? Kolossaal. Een mieze kijk, wat een kwaliteit. Au, au, au. Wie maakt me los? Wie maakt me los? Ik heb ze per pond en ook per bos. Kijk ze maar na, of ze nog leven. Ik zal ze je voor een prikkie geven. Ik heb veilig sprot voor je diner. Wie neemt ze mee? Wie neemt ze mee? Oh, wat heb ik een reuze paling. En aan de rest met die paling. Ze zijn als komkommer zo dik, en moedervet, hij slik. Oh, wat heb ik een reuze paling, en wat binnen ze, kolossaal. Een meisje kijk, wat een kwaliteit. Vis moet zwemmen. Ja, in de zee, maar niet in jouw lijf, drankorgel. Oma Hen, ga je mij een nootje pakken bij Kees van hem? Nee, jongen. Ik spuug er niet in, maar zo vroeg op de morgen lust ik ze nog niet. Eén bordeltje, s'avonds. Zo is het. Antje. Je weet toch dat ze aan het venten is? Ja, dat hoef je toch niet te doen. Ik verdien het geld. Je zuipt het op, je moet je schamen. Mijn zuster Ant is Joris Goedbloed. Ik krijg ze nodig voor erop nemen, zuster van barmhartigheid. Zeg jij nou toch ook eens wat, Doris? Ik zeg niks, ik ben maar aangetrouwd. Een tito met een stelletje. Heeft hij van mij gedronken, schijf? Ja, ja. Nee, Roosie, er worden vandaag bij thuis geen visje gekocht. Wat is er dan? Hij heeft gisteren met zijn zatte kop weer alle meubels in elkaar geslagen. Oh. Doe nou, mensen, laten we nog alsjeblieft geen aanhoog gaan maken. Thijs, ga jij nog lekker naar binnen. Ja, dat maak ik toch zelf wel uit, hè? Dat is mijn zaak, hè? Daar zou je toch mee getrouwd zijn? Nou, het zou mijn kerel moeten zijn. Of de mijne. Bij mij kreeg je geen zachte eitjes voor zijn ontbijt, hoor. Harde kalkeieren kreeg ik. Lintje, ga je moeder zoeken. Lintje, blijf hier. Ga maar naar binnen, kind. Wat krijgen we nou? Ik ben haar vader. En je zult uw vader en moeder eren. Poeh, nogal een lekkere draaf om te eren. Ik krijg dorst van jullie geklets. Misschien wil Kees Knor je wel poffen. Dat hoeft hij niet. Ik heb nog meubeltjes voor een paar gulden. Verkoop ik de hele zandekraam. Ik heb het gevonden. Hé,
Ik heb het gevonden. Dit is het oprechte volk. En zo leeft men naast elkaar. Boven elkaar. Onder elkaar. Op elkaar. Dus geen geheimen voor elkaar. Geen slinksheid, geen achterdocht. Men staat hier volkomen bloot. Zeg, ga je weg, viespeuk. Meneer, wat komt u hier eigenlijk doen? Ik bestudeer het volk. En daarom heb ik me gekleed als Aristide Bruant. Ook ik wil één zijn met het volk. Niet betekent zo dik aan. Hé, meneer. Ik wil wel één met je worden. Een knaak. Een knaak? Een riks. Ach, ja, ja, ja. Nee. Geen geld. Geld is de vloek van de maatschappij. Nou, je zult ermee gestraft worden. Ja. Inderdaad, wij zullen ermee gestraft worden. Immers, het gaat om de psyche. Oh nee, jongen. Met spiegels werk ik niet. Het gaat om de portée. Oh meiden, we krijgen een portée. Kent u Esperanto? Esperanto. Moet je hier in de buurt wonen? Mevrouw, niet alleen hier in deze buurt. Door Esperanto zal men elkaar in de gehele wereld beter verstaan. En dat is de portée. Daar heb je weer met zijn potje tegen. Meneer, wie ben u eigenlijk? Oh, pardon. Duizendmaal verschoning. God, wat een was. Excuse. Pardonnez-moi. De naam is Van Galen. Student in vreemde talen. Ja, dat is... Nee. Student filosofie. Ja, een makken aan je knie. Dank u. Al jaren ben ik zoekende. Nou, voor mij ben je mooi kierenwiet. Dank u. Ik ben nog steeds zoekende. Hoe is het mogelijk, zo'n knappe jongen? Ja, wat een knappe jongen. Ah, lieve mensen, het is altijd zoeken in de filosofie. Je kan er wel zoeken naar Sophie, maar die werkt vandaag niet. Ik wel. Een knaak. Vestje fles. Hoe weet jij dat? Dit heb ze net zelf verteld. Dat mag iedereen weten. Oh, die eerlijkheid. Iedereen mag alles weten. En je mag alles doen. Hè? Ja, een knaak. Jullie zijn nog puur. En niet u. Een knaak. Zou ik hier bij de bron zijn? Heb je zo'n dorp? Ja, dit is de bron. Studieboeken zijn totaal overbodig geworden, want dit is de bron. Nee, daar is de bron. Ja. Meneer, daar is de bron. Dank u, meneer. U begrijpt me. Nou, ik begrijp hem. Dit is de bron. Dit is de bron. Hé, vadertje, je gaat dat ding toch zeker niet naar de lommer brengen, hè? Vader, doe het nou niet. Schaam je je niet om je vrouw en je kind dat aan te doen? Als je dat ding wegbrengt, waar moeten ze dan van leven? Ik heb geld nodig. Dat krijg je nog wel. Kom maar mee naar binnen, kind. Kom maar bij tante Al, dan krijg je een leekkoekje. Mooie grote garnalen, hele grote. Mooie grote garnalen, hele grote. Ze binnen mooi, ze binnen goed, ze binnen vers en honingzoet. Ze binnen fris, ze binnen fijn, ze binnen zacht als marsepein. Al is het koud, al is het warm, ik tippel met mijn mandje aan mijn arm. Ik loop op mijn kostje dalen, met mooie grote garnalen. Mooie grote garnalen, grote. Als je door de wereld wil, moet je op jezelf vertrouwen. Dan moet je er vroeg op uit. Steek je handen uit de mouwen. Altijd sappelen, het is een kruis. Maar ze brengen het juist niet thuis. Je ziet me altijd aan de wandel. Met mijn mandje, met handel. Ze binnen mooi, ze binnen goed. Ze binnen vers en honingzoet. Ze binnen fris, ze binnen fijn. Ze binnen zacht als marsepein. Al is het koud, al is het warm. Ik tippel met mijn mandje aan mijn arm. Ik loop op mijn kostje dalen. Met mooie grote garnalen. Mooie grote garnalen. Dag, moeder. Dag, Hans. Het is er helemaal mis aan jullie, hè?
Jacqueline, je kan niet zeggen dat we je niet genoeg gewaarschuwd hebben. Ik weet het, moeder. Moeder? Dag, lieverd. Oh, moeder, het is zo erg. Vader heeft de naaimachine naar de Lommerd gebracht. Oh, God. Hij had weer gedronken, hoor. Hij stonk een uur in de wind. Ant, hij was broodnuchter, hoor. Eerlijk is eerlijk. Hoe kan ik dat nou doen? Alles verslingert hij aan de drank. Wat vind jij er nou van, Doris? Laat mij er naar buiten. Ik ben maar aangetrouwd. De vent die de jaaien had uitgevonden, moest eens ophangen. Ja. Kijk wat voor je doen, aan. Ach nee, tante Al, laat me. Je moet zien hoe je de mooie meubeltjes gerenoveerd hebt. Zonde. Al mijn vaasjes en mijn beeldjes. En je had zulke mooie beeldjes. Maar het stuk aan Diggelen. En dat servies dat ik van u gekregen heb, moeder. Ook stuk. Alleen de suikerpot is nog heel. Oh. Ja, dan is het niet compleet meer. Nee. En weet je wel. Weet je wel, Griet, die kleine karaffes van echt geslepen glas. Ook stuk. Echt verpatst. Ik heb ze met eigen ogen bij de uitdrager zien staan. Oh. Daar ben ik nou voor in de kerk getrouwd. In witte zij. In alle pracht en praal. Daar heb ik voor gereden op gummiband. Met een palfrenier op de blok. Met vier paarden. Daar heb ik een reuzenbruiloft voor gegeven. En al die prachtige cadeaus. Ach, God. Allemaal verpatst. Stapel me schoenen. Ik weet dat we die machine niet missen kan. Dat we die bijverdiensten nodig hebben. De maat is vol. Ik ga bij hem weg. Oh nee, dat is toch jammer hoor. Als hij nuchter is, is het een fijne vent. Hij is nooit meer nuchter, Roos. Ik ga van hem af. Oh, ja. Maar dan meteen goed. Hij komt er eens bij. Gaan jullie maar zo lang de manen binnenhalen. Maanus, Maanus. Papa. Antje de Boel moet eraf. Zo in één, hè? Nee, in tweeën. Je kunt er ook wel vinden. Even afpakken. Aanpakken, Penny, ik heb er kan bij. En Maanus, even helpen. Allemaal even. Doris, kom jij even naar buiten? Laat je handjes naar de zwappen. Ja. Laat mij er naar buiten. Je bent toch ook familie? Niks hoor, ik ben maar al getrouwd. Ja, het klinkt een beetje. Ja, kom maar. Kom maar. Pas op. Van onderen! Hé, je moet wel omvakken. Zet je de pit, hè? Ja, kan je het even aanschouwen? Hier, zit hier maar neer. Hé, moet ik alles alleen nog doen? Je houdt toch een paar karweitjes? Ja, als jij het bent. Maanus! Aanpakken! Ik was net bezig. Doe dat maar, een tafeltje. De salontafel. Ja. Draaien! Nee, jij niet draaien! Hier, zet hier maar neer. Nou, weet je wat? Nou. Ik zal de boel even inventariseren. Ja, ja. Maanus! Eén stoel. Vijf stoelen. Ga naar mijn karwei. Nee, je blijft niet. Doris, kom er nou bij. Pas op hoor, anders laat ik onze meubeltjes ook op straat zetten. Oh, mijn kind! Dat is een mooie niet. Ja. Ja. Het familieportret. Ach, Jezus. Alles, één kapotte stoel. Zakken met de... Dan waren we er toch twee aan het gaan. Twee? Moet ik even kijken. Eén en dan. God, ja, is dat. Weet je hoe het dan? Ja. Alles, één, twee, heb je erbij. Ja, de roos goed. Had die kapot. Oh, 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 oh. Zullen we nou hebben? Oh, hoe heb je kon houden? Wil jij er afgezet dan? Nee, vader. Maar ik ga bij hem. Zo? Ja, ik wil scheiden. Maar dat had je wel eens eerder kunnen bedenken. Ik wilde mijn gezin bij elkaar houden. We hebben een kind. Juist, voor het kind. Dacht jij dat het voor het kind zo plezierig was, elke dag die ruzie? Nee, en daarom zet ik nou door. Goed dan. Dan zullen wij je met raad en daad bijstaan. Voorlopig kom je maar met Lientje bij ons in huis. Ja. Jullie zijn lieverds. Kom maar op. Beter. Ja, ja, is nou beter. Ja, ja, ja. Nou, eens kijken, wat hebben we? Ja, wat lieve, hebben mensen. Lieve mensen. Ja. Mag ik u een piketanusje aanbieden? Nee, meneer Verhalen, we kunnen u hier niet gebruiken. Ga u maar weer naar de bron. Oh, maar dat is toch prachtig? U woont het volk zelfs op straat. Zitten en heel stil wezen. Ja. Alleen maar stilzwijgend observeren. Precies wat ik wil. Ja, een makker dan je wil. Ja. Dank u. Nog een klaar uur, die mensen? Ja. Alles. Ja. Ik zou je danken. Ja, maar dan ken ik nog niet alleen. Ja, maar ik ook niet, Miel. Ik zou je wel even een handje helpen. Jij zit er beneden, maar zijn er gaan op de deur.
Je moet wel even de trappie op. Ja. Kijk, hou je één hand hieronder, andere hand. Ja, laat me zakken. Ja. Nou, zo gaat het wel alleen. Prachtig, prachtig. Wat een inventiviteit. Nee, die vent heeft geen tijd. Alles moet eraf. Ja. Doris! Hou mijn gordijn zien vast. Doris! De startklok. Voorzichtig. Hij loopt precies gelijk. Man, loop niet zo te kwispelen met die start. Leg neer. Ja, ga een beetje zijn uitrusten. Je kunt die vrouwen toch niet laten sjouwen. Eén kapstok. Oh, oh, net nog. Ja. Eén kapstok. Prachtig. Nou, dit is de laatste happy mensen. De rest moet in dozen. Ja. Doris, kun je gelijk in de tobbe. Ja, dat is nog mooi. Nog een handig. Literatuur. Ja, krijg het zuur. Dank u, dank u. Nog een joetje handel, weet je dat? We gaan verhuizen. En wie gaat er mee? Meneer, u hebt een bariton. U lijkt wel beschonken. Je meent het. Ja, ja. Jongens, ik heb ook zo'n partijtje. Ja. De kunst. Ja, precies zo. Van zwartste nacht. Dat is je eigen handel, jongen. Verrek, dat is mijn partijtje. Ja, laat nou de mispo van het verder zelf maar uitzien. Oh, gemeen. Dat moet het beduien. Dat moet beduien. Dat mijn dochter niet langer bij zijn dronken laat blijven. Dat moet beduien. Dat mijn dochter van je afgaat. Zo. En dan wou jullie mijn meubeltjes naar wacht slepen. Ja, meubeltjes. Laat me niet lachen. Niks is van jou. Alleen de Bijbel is van jou. We zijn de gemeenschap van goederen getrouwd. Oh, wat zijn jouw goederen dan, armoedzaaier? Alleen die armoedige panankas, die is van jou. Dat was jouw hele uitzet. De bruiloft hebben wij betaald. En de ringen ook. Ik neem van jullie geen boodschap aan. Als Anne van Mavel moet ze me dat zelf eigenhandig zeggen. Ja, ik wil van jou. Het kan niet langer, Thijs. Het is uit. Meen je dat? Ja, ik meen. Dan is het goede meisje. Lientje en ik gaan zolang bij vader en moeder wonen. En de boel zullen we verdelen. Kom, Griet. Kom, Griet. Dan laten we de boel maar delen. Ja, maak jij er maar een lolletje van. Dacht jij dat ik erom ging grienen? Nee, nee, dat hoeft niet. Nou, vertel jij dan maar eens hoe we moeten delen. Dat zal ik wel even doen. Hé, komt er eens bij. Kan ik wat doen? Ja, ga jij maar zo lang in de deur van Maartje om alles aan te pakken wat voor anders is. Hè? Ja. En meneer Van Galen, als u ook wat dingen wilt doorgeven. Ja, op het werkt het wel. Ja, ja. Meneer Van Galen, start. Ik moet even verdelen voor ik jou moet zeggen wat voor ambt is voor Thijs en ik wijs het aan en jij mag niet kijken. Oh. Meneer Van Galen, wil u even helpen aanpakken? Voor wie is dat? Voor de... Voor de ambt. Ja, geen graag. En voor wie is dat? Voor Thijs. Voor de ambt. Neemt u dit even aan, meneer Van Galen. Voor wie is dat? Voor Thijs? Ja, dat is mijn hand, meneer Van Galen. Ja, 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 ja. U bent Thijs. En twee goede fluwelen. Voor de hand? Ja, ja. Komt u maar. En als u terugkomt, raapt u dit dan even op van de grond, meneer Van Galen. Voor wie is dat? Dat kan niet missen, dat is voor Thijs. Ja. En dan... ik zou maar zeggen, nuttige haken. En geef open de Thijs. Een hand! Ja. En, voor wie is dat? Voor Thijs. Voor de happie. En het laatste happie. Voor dat. Ja, waar is Thijs? Voor ik het je gewassen. Eerlijk geduld. Prachtig. Nou, dan ben ik nou weer vrij, man, hè? Nou, dan heb je het verder geschopt dan ik, jongen. Ja. Oh, ik begrijp het, hè? Ja, ja. Nou, niet zo somber. Mag ik u eens een goede raad geven? Ja. U zou eens een flinke borrel moeten drinken. Kastelein! Kastelein! Ja, ja. Kastelein. Ja. Kastelein. Ja. Kastelein. Ja. Kastelein.
Ja, kom maar. Ja, twee haartjes. Er was nog drie haartjes, hè? Ja, dat was het. Maar? Maar ik stond op straat even mijn geld na te tellen. Toen rolt er één haartje op zijn kantje in de goot en rolt zo in een putje. Dag haartje, haartje, plaatje. Dag. Wat een droevig verhaal. Ja, heel droevig. Waar heb je dat gelezen? Zal ik even nakijken voor je? Meneer Van Kalen, komt u ook weer eens kijken op ons pleintje? Mevrouw, ik kom niet alleen kijken. Het is zelfs mijn plan om hier te komen wonen. Oh, ja, maar mijn ouders waren hier niet op tegen. Integendeel, papa heeft zelfs beloofd mijn toelage te verhogen. Ja, ik dweep nou eenmaal met het volk. Neem dan een abonnement op het volk. Ja, dat zou ik kunnen doen. Lente, Melisjes! Kindje op moeders schoot, mee voor de stapel! Kindje op moeders schoot. Weet u misschien van mij, heb je dat, hè? Nee hoor, dat zou ik niet weten.
Een appartement. Nee. Een kamer. Ja. Lekkertje. Ik weet ook nog wel een kamertje voor je. Ga jij maar even fijn met me mee naar binnen? Mee naar binnen, ja. Maar waarom? Omdat het binnen zo gezellig is. Ja, maar als het binnen zo gezellig is, waarom staat u dan buiten? Ja, waarom zou dat nou zijn? Ja. Zo, Revue Korrel, woon jij ook nog altijd hier in de buurt? Ik woon op de hoek, in hetzelfde huis als Jos. Dan doe je zeker ook hetzelfde werk als Jos. Hallo. Hé, professor. Oh, dat is een wonder! Had je beloofd dat je geen flauwe kulletjes uithaalt, dan mag jij dat kamertje van mij huren. Voor een galder in de week. Plus bewassing. Top! Kom dan maar mee, kijk meteen even zien. Ja. Doris, bloemkool met gehakt. En we hadden gisteren al gehakt. Dan krijg je niks. Rosie, hoe zijn de reis? Razijns, verrukkelen. Ja, dat komt te zien. 3 cent en een bosje, heerlijk hoor. Krijg 5 bosjes voor een duppie. 5? Ja. Ben je er ook nog een half pondje biefstuk bij misschien? Ja, niet. 3 koopkomers voor een dubbeltje, ik ben de laatste. Duim erop, 2 voor een shirt. Voor de hele familie, rouwmeis met vanille. Nou, Jaapie, het is voor elkaar hoor. Dankjewel, mannen. Hé, hey, dankjewel, mijn heitje. Hey. Voor niks gaat de zon op. Een toverdrank, dames. Een toverdrank. Een toverdrank. Hoort hier de ware reden waarom Mata Hari werd doodgeschoten. Oh, vertel eens. Mata Hari, de beeldschone spionne, werd 10 jaar geleden doodgeschoten omdat ze niet langer door de Franse officieren werd begeerd. Ah, dat zielig. En hoe kwam dat, dames? Nou? Mata Hari werd te dik. Zij kende het geheim van professor Dr. Uri's vermageringsdrank hierop. Het wondermiddel dat u in staat zal stellen deel te nemen aan de hedendaagse mode. Zonder nauwe corsetten, zonder azijn en zonder citroenzak. Samengesteld uit zuiver zeewier. Met dennennaalden tegen de scheurbuik. Met levertraan tegen de Engelse ziekte. Met semelen tegen de beriberi. En met suiker tegen de rotsmaak. Nou, dat mag wel eens. En die betaalt mij vandaag geen 3 gulden, die betaalt geen 2 gulden, zelfs niet 1 gulden, maar slechts 99 en 1,5 cent. Haast u, dames. Ah, binnen dat de schoenen voor vinger. Zo, ja, nou ja. Denk erom hoor, 1,75. Je zit me niet af. Altje. Ja. Het is vandaag Harry Kabuti. Oh, dat scheelt. Ontheilig deze mooie feestdag nou niet. Maar Harry, hoe is het voor de feestdag, Harry Kabuti? Dat is de enige dag dat je je vrouw lekker pesten mag. Als jij een oude koeien mag. Oh, jij. Hij valt net wat, joh. Kost de paling? 2 kwartjes per pond, hè. Wat duur? Oh ja? Ja. Nou, dan ga je toch lekker in de stad eten, kak, madame. Wat een schandaal. Jullie maken woekerwinst en wij zijn de dupe. Kom mee. Roos, ja. Roos, let eens even op elkaar. Thijs! Thijs! Mijn koopmanshart breekt. Als ik zie hoe jij je klandizie wegjaagt, weet je dat? Zal hem maar gaan. Ja. Je scheiding is voor geweest, hè? Ja. Nou, en? Niet te verwikkeld te verwegen, jongen. Ja, wat wil je? Ach, zo, ik ben stom geweest met het zuiden. Een motorlende, een lamp geslagen, 3 damesdraadnagels. Ken u zelf? Hm? Ja. Ja, vlak voor de uitspraak hebben we met haar gesproken. Ja? Ja. Ik zeg, Ant, het is alsof jij me met een dolk in mijn hart steekt. Ja. Ze zei, en jij hebt mijn hart uit mijn lijf gerukt. En wat heb je twee van die grote tranen over de wangen? Ach, nee. Ik zeg, Ant, je kent nog terug. Zeg nog tegen die, die hele lachbare ouwe, het is een vergissing. Ik wil mijn Thijsje houden. Nee, Thijs, het is af. Ze geeft mij een handgoddorie. Ik ben Antje kwijt. Thijsje. Die grote dikke boom hier om de hoek, hè? Je weet wel. Die boom die was ziek, weet je nog? He? Er kwamen al een paar jaar geen bloemetjes meer aan en ik kreeg ook steeds minder blaadjes. En vorig jaar kwamen er ineens 3 mannen van de gemeente. En die begonnen die boom om te hakken. Weet je nog? Wat een geheim dat ik had, jongen. Ze zijn er, zo waar ik hier sta, ze zijn er 4 dagen mee bezig geweest.
En ze krijgen hem niet om. Ja, maar Sally, wat heb ik nou met die boom te maken? Die boomjongen, die hebben het ook moeilijk gehad. Misschien wel moeilijker dan jij en ik samen. Maar die boom, Thijs, die was niet klein te krijgen. Die heeft gewonnen. Heb je hem nou gezien? Ik heb nog nooit zo vol met bloemetjes gestaan. En dan denk ik wel eens, ik wou dat wij mensen zo sterk waren als die boom. Zo? Ja, ja, ja. Laat maar zitten, jongen. Ik help graag aan mensen, dat weet je toch? Want ik ben Sally, goochem Sally, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats niet wat gegeven? Zal ik leven? Ja, ik ben Sally, goochem Sally. En toch zeggen ze, ben een verzwartste nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er heel geen antwoord op. Ik ben Sally met een roomijskar. Een mens heeft in zijn leven heel wat zorg als een kop, om te blijven een fatsoenlijke man. En als je dan fatsoenlijk bent, dan krijg je strop op strop. Je wordt er gewoon mezorgen van. Hoeveel mensen met een zaak hebben zich schatrijk gemaakt, alleen door zwendel zonder hart of ziel. Ik hou niet van die pretjes, ik deed het altijd netjes, daarom blijf ik een arme schlemiel. Want ik ben Sally, goochem Sally. Maar gezwendel en bedrog zijn niks voor mij. Ik heb geen aanleg en verstand voor een minister van het land meegekregen. Drollang gelegen, want wat denkt Sally, goochem Sally? Al dat geld maakt de mens maar in de war. Stel je voor, het hele jaar, alle dagen kaviaar, eh? Sally eet wel van zijn roomijskar. Dat is Sally, goochem Sally. Wie de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats niet wat gegeven. Zal ik leven? Dat is Sally, goochem Sally. Ja, en toch zeggen ze, ben een verzwartste nar. Ik gun niemand ooit een sof. Wens u allen mazzel.